Ja, das ist doch wieder 20 April. Junge, Junge, was geht das doch schnell? Und ich weiß nicht, ob es mit euch sieht, weil ich habe doch Montag. Montag, dann habe ich doch, wenn ich was, dann nicht depressiver, maar wat kwetsbaarder, wat onzekerder. Dat je op maandag ineens denkt van, goh, ja, is het weer maandag en weer die hele week. Maar met dinsdag, dan gaat het al wel weer. En dinsdag wordt natuurlijk een belangrijke dag, want dan gaat Mark Rutte praten. En gaat Mark Rutte waarschijnlijk zeggen dat alle theaterfestivals afgelast worden deze zomer. Dus de Parade, de Lowlands, Zwarte Cross, noem maar op. Alles wordt afgelast. Ook een enorme klap voor en de organisatie, maar ook voor het publiek wat zo'n zin heeft om er uit te gaan. En dat heb ik zelf ook wel. Ik heb ook wel zin om nou weer eens naar buiten te gaan. Ja, ik loop dan wel af en toe buiten, maar je wil ook wel weer eens andere mensen dichterbij je hebben. En worden wat ongeduldiger. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook, hè? Je wordt wat ongeduldiger. Maar we moeten wel ons beheersen. We moeten wel die 1,5 meter afstand houden en ook steeds de handen wassen. Maar je wordt wat ongeduldiger. Ik heb zin om naar buiten te gaan. Ga lekker slapen. Ga lekker slapen. En wat ik al vaker gezegd heb, en het werkt wel. Ik merk dat het werkt. Laat alles van je afglijden. Dus de problemen, de informatie. Ik heb tegenwoordig ook de neiging om bijvoorbeeld naar RTL Boulevard te kijken. Naar wat luchtige berichtjes allemaal. En naar leuke films te kijken in plaats van alle informatie. Want je krijgt ook allemaal herhalingen de hele tijd. Sluit je af, durf je af te sluiten van het nieuws om goed te kunnen slapen. Want dat is belangrijk. Slapen is zo belangrijk. Ik heb nog een gedichtje ook. Heel veel mensen hebben ook gereageerd op mijn gedichtje van de vorige keer. En ik ga ze ook allemaal wel eens voorlezen. Maar dit is dan ook een heel kinderachtig gedichtje. Want een kinderachtig gedichtje, daar ga je goed op slapen. En je moet zelf ook hele kinderachtige gedichtjes bedenken. Echt dat je zo'n slappe lach krijgt. Zo kinderachtige kan het niet. Nou, dit is een heel kinderachtig gedichtje. Tikkitokki Nijverdal. Oh, ik zie, je slaapt al.